Ja. Voor de behandeling. Ja, voor de behandeling. We zijn. Ik laat u de wachtruimte in. Ja. Mooie ruimte. Ja, maar dit is een beetje. Hallo. Hey, zenuwachtig? Nee, niet echt. Nee? Nou, meer gewoon spannend hoe het allemaal gaat worden. Ja, snap ik. Nou, heel mooi. Je bent vorige week bij je al bij me geweest. En toen hebben we al een paar afdrukken van je gebit gemaakt. Om even een setup te maken van hoe gaan jouw tanden er dadelijk uitzien. We hebben samen al besproken wat jouw wens is voor je tanden. Nou, dat kun je hier zien. Hè. We hebben hier een oude situatie en een nieuwe situatie. Kijk, en dan kun je nu al zien hoe mooi jouw tanden gaan worden straks. Oh, mooi, ja. Prachtig, hè? Ja, supermooi. Dit is nog niet de echte kleur, maar het is wel de stand en de vorm van je tanden hoe het gaat worden. Ja, ik wil mijn tanden heel graag opnieuw laten doen, omdat ik heb nu 6 jaar al deze facings. En ja, dit is natuurlijk gewoon composiet, geloof ik, of zoiets. En dat begint nou allemaal af te brokkelen en te verkleuren aan alle kanten. Dus het moet gewoon opnieuw. En hier hebben ze die mooi gedaan. Het is een hele opening. En dat kan natuurlijk veel mooier, dus daarom zijn we hier. Nou, ik heb nooit niet echt angst gehad voor de tandarts. Alleen omdat ik nu, ik heb het gewoon kei druk. Dus ik ben denk ik al 1,5 jaar niet meer naar de tandarts geweest. En ik wist gewoon dat ik 3 of 4 jaartjes had. En een ditje en een datje. Dus ik begon wel steeds banger te worden. Dus toen hoorde ik van deze kliniek. En toen dacht ik, ja, hier moet ik naartoe. Hier kan ik onder narcose. Dus ja, daarom gaan we hier. Anesthesist. Spelt is. Ja, anesthesist. Hoe speel je dat, Roy? A-N-N-A. Ja, dat gezichtje van mij, zie ik, hè? Ik denk dat hij heel het weekend is doorgehaald. Hoi. Hey. En dat is Hoi. Ja? Ja. Hoi. Hoi. Dat is heel Hoi. In sommige gevallen moet het met narcose, anders kan het niet. Als mensen bijvoorbeeld kokhalsneiging hebben of sommige ziekten, Parkinson, ja, dan moet het onder narcose. In jouw geval is het jouw keuze en dan moet je dan afwegen het risico tegen de voordelen. En jij hebt helemaal geen risico met narcose. Jij bent zo gezond en narcose is anders dan 50 jaar geleden, is eigenlijk geen risico meer. Ja? Nee, je en daarom, daarom als de patiënt, als deel van de patiënt is, gaan we het doen met graag. Ja. Ja, geen probleem. Ondertussen gaan we eens keer je naam en geboortedatum vragen, alsjeblieft. Ja? 28.091. Goed, dan gaan we het doen. Ja, ik geef nu de tanden, alvast de vorm die ze nodig hebben voor de kraniotomie.